Bij het christendom heb je onder andere bijvoorbeeld hè, dat God bestaat uit drie. Ja. Je hebt toch een drie-eenheid. Ja. Jezus moest sterven voor de zonde van de mensen. Mm. Je hebt bijvoorbeeld de erfzonde. Dus iedereen, ook baby's, dragen al eigenlijk slechtheid tussen aanhalingstekens in zich mee. Met die drie punten had ik gewoon als jongeling ook al struggelingen, zeg maar, een beetje problemen. Of dat snapte ik niet helemaal. Dus nou, op een gegeven moment doorgrond je dat als het ware. Of denk je dat te begrijpen. Of daar waar je het niet begrijpt, laat je het. Dat en leg je het dan neer. Parkeer je even. Ja. Alleen tijdens het schrijven van mijn anti-islamboek kwamen eigenlijk die vragen en die struggelingen als het ware die ik had met mijn eigen geloof, kwamen weer boven. Omdat ik natuurlijk schreef over ook een vergelijking met het christendom. Dus ik moest ook het christendom opnieuw gaan uitleggen. Ja. En tijdens het schrijven en het uitleggen daarvan botste ik eigenlijk weer op die problemen die ik vroeger had. Alleen dat was toen als tiener, zeg maar 16, misschien 19-jarige. En nu was je natuurlijk een oude man. Of nou ja, ouder. Ja. Dus dat, je keek er op een andere manier naar. En zo is het bij mij eigenlijk begonnen. Die zoektocht naar zeg maar, de waarheid met een hoofdletter W begon. Ja, bijna een natuurlijk verloop van, oh ja, dat waren mijn problemen. En ik had dus heel veel christelijke vragen. En dan kreeg ik dus eigenlijk uiteindelijk islamitische antwoorden op. Joram en de interviewer komen nogmaals over als aardige mannen. Ik hoop dat ze uiteindelijk gered worden door de genade van Jezus Christus. Dat gezegd te hebben, denk eens goed na hoe dit fragment gaat. Joram zegt in principe dat hij is opgegroeid met het christendom, en dat hij de leer raar vond, dat hij deze maar half begreep. En nu heeft hij de antwoorden gevonden in de islam. En Joram geeft zijn verhaal, dus zijn recht. Maar wat voor boodschap geeft dit fragment, denk je, aan buitenstaanders, aan mensen die niet bekend zijn met islam? En ik denk dat mensen een heel raar beeld krijgen van het christendom, dat het een rare leer heeft. Ze zetten het christendom een beetje neer zonder uitleg te geven van deze doctrines die ze benoemen. Ze doen lijken of de antwoorden bij islam liggen. Of ze dit opzettelijk doen, weet ik niet. Maar ik zal je laten zien hoe dit niet helemaal eerlijk is. Even weer tot verduidelijking. Ik geloof niet dat de Koran van God komt, dat Mohammed de profeet is van God. Ik zal het in deze serie het wel hebben over de Koran, over de hadiths en misschien ook over de autobiografieën van Mohammed. Dit doe ik omdat de grootste groep van moslims geloven dat de hadiths goddelijke openbaring zijn. Je hebt ze nodig om een bepaalde context te weten, wanneer een vers bijvoorbeeld gegeven is door Mohammed. De autobiografie, of in ieder geval een autobiografie, wordt volgens mij door Joram zelf aangehaald. Dus dit zou voor mij ook een open deur zijn om deze ook te kunnen aanhalen, om een punt te kunnen maken. Maar ik weet niet of dat nodig is of dat ik dat ga doen. Ik zal in ieder geval proberen om zorgvuldig om te gaan met de geschriften van de islam. Het is misschien ook verstandig om op bepaalde momenten even pauze te drukken in het filmpje, om het desbetreffende stuk dat ik benoem hier, om even te lezen. Zoek het echt zelf uit als je niet gelooft wat ik hier zeg. Ik raad je aan dit echt te doen, zodat je zelf de waarheid ziet. Nou, het klopt dat wij christenen geloven dat God één is, maar uit drie personen bestaat. Eén wat en drie wie's. Dit komt omdat het Bijbel dat aangeeft dat God één is, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Nou, Joram vindt het misschien wat verwarrend, maar hier komt dus die dubbele standaard. Wij christenen hebben moeten dealen met deze openbaring uit onze geschriften en hebben hier dus de naam aangegeven, de drie-eenheid. Ik hou ervan, want dit maakt het mogelijk dat God altijd liefde is, altijd rechtvaardig is en altijd is geweest, niet alleen pas toen hij creëerde, omdat deze eigenschappen een ander persoon nodig hebben om het te uiten. Maar Joram heeft het hier dus moeilijk mee en heeft blijkbaar de oplossing gevonden in de islam. Maar nu komt het. In islam zelf gelooft ongeveer 90% van de moslims dat de Koran het eeuwige woord van God is. Maar deze Koran echter, die eeuwig is, komt op de dag des oordeels en wordt zelfs een bleke man volgens de hadiths. Lees het volgende maar eens. Dit wordt nog, laten we zeggen, nog bijzonderder, want deze Koran die een bleke man wordt, wordt volgens Mohammed in verschillende hadiths ook verdeeld in verschillende hoofdstukken die vogels worden. Deze vogels zullen dus een geheugen hebben, ze zullen communiceren en getuigen van hoe vaak je dat hoofdstuk hebt gereciteerd. Hoe getrouw je dus bent geweest in het doen van wat je hoort te doen als moslim. Ze spreken dus tot jou en Allah. Ze hebben jou in de gaten gehouden. Dus hier heb je verschillende hoofdstukken in de Koran met een eigen bewustzijn. Dit zijn allemaal eigenschappen van een persoon. En de Koran heeft 114 hoofdstukken. Dus hoeveel personen
Is alleen al die eeuwige Koran bij jullie dan nog niet? Nou, het volgende. De Koran is duidelijk dat alleen Allah het is die schept. Kijk eens hoe Allah zijn geest in Adam blies. Dus Allah zijn geest komt vanuit Allah. En nu komt het. Deze geest verschijnt ook als een persoon aan Maria. Dat is nog een persoon erbij. We lezen verder. In deze voorbeelden verschijnt dus de geest aan Maria als een perfect uitziende man om haar aan te kondigen dat hij gezonden was om haar een absoluut zuivere zoon te geven. De geest deed dit toen hij vervolgens in Maria's lichaam werd geademd om haar, Jezus, in haar gezegende schoot te doen verwekken. Onder het YouTube-filmpje hiervan zal ik een link zetten naar een artikel dat ook laat zien dat de drie-eenheid in islam is. Ik raad je aan deze zeg door te nemen. Nogmaals, ik geloof niet in de Koran, hadiths, biografie van Mohammed en al die dingen. Lijkt me eerder, als ik eerlijk ben, dat Mohammed van andere religies de leren en verhalen wat verdraaide om zijn eigen geloof te creëren. Maar ik gebruik deze geschriften hier alleen omdat deze mannen hier in dit interview erin geloven. En om zo aan te tonen hoe scheef deze bezwaren zijn, hoe dubbel de standaard is die ze hanteren. Ik doe dit uit liefde en ik verdedig mijn geloof tegen de leugens en onjuistheden die tegen de waarheid van God ingaan. Probeer dit met respect, een beetje humor af en toe, maar aan de waarheid te doen. Ik hoop dat jullie dat inzien. Nogmaals, zoek maar uit wat ik hier zeg en claim over de Bijbel en de islam. De geschriften in de Bijbel bevatten echte geïnspireerde woorden van God. Bekeer je en vertrouw op Jezus Christus, op het werk wat Hij heeft gedaan en wordt gered. Volgende keer weer een andere reactie op dit fragment van dit interview.